Goedenavond, welkom op de kerstavond hier in de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen. Het is een andere kerst dan andere jaren. Dan is het overvol in dit kerkgebouw en nu zijn we maar met weinigen. Het thema is dan ook, komt allen niet tezamen. Maar er is wel kerstmuziek en kerstzang. Wellicht een stillere kerst, maar ook meer ruimte voor bezinning. Een goede viering gewenst. De eeuwige is met u allen. Gods vrede is met u. In deze nacht ontsteken we het licht voor alle mensen in deze stad. In ons land, in onze wereld. Voor allen van wie het leven donker is. In deze nacht ontsteken we het licht voor wie geen dak boven hun hoofd hebben. Geen vertrouwde plek van warmte en geborgenheid.
deze nacht ontsteken we het licht voor allen die een moeilijke tijd beleven. Een zwaar jaar van tegenslagen en gemis. Deze nacht ontsteken we het licht als een teken van hoop en verwondering. Nieuw licht gaan we tegemoet. We vieren het licht van Christus. Licht tegemoet, leeg en stil het land, als gestorven huizen gesloten, naar binnen gekeerd, mensen minder luidruchtig. Zonnewende nabij, nieuw licht zal het land doen overlopen. Van kleuren, geluiden zal huizen openslaan, naar binnen richten. Opnieuw licht en de mens zijn oude droom. Thank you.
Evangelie volgens Lucas. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft."
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Het is een andere kerst dan anders. Komt allen niet tezamen. Dat is het dringende advies voor dit jaar. En voor veel mensen is dat teleurstellend. Want kerst is toch vooral een feest van samen. Om dat in familiekring of met vrienden te vieren. Of om kerstconcerten te bezoeken. Of kerstzangdiensten. Kerst is een feest van tradities. En het is ook mooi om met honderden mensen samen de bekende kerstliederen te zingen. Maar dit jaar is het anders. Komt allen niet tezamen. Diederik Gommers zei: sla kerst maar een jaartje over. Maar ook met weinigen of alleen kan kerst gevierd worden. Het soms zo opgefokte van meer, meer of groter, groter maakt toch niet de kern van het kerstfeest uit. Zie ook de waarde van het kleine. De kracht en de uitdaging van kerst kan ook in het kleine worden gevonden.
Het echte kerstverhaal gaat toch ook over een klein en kwetsbaar kind. Geen drukte, geen massale belangstelling in de stal. In de herberg is het vol, maar in de stal is het stil. Het is in een klein stadje, ergens in een verre uithoek van het grote Romeinse Rijk. Een stille nacht. Hooguit komen er wat herders langs. Een klein gebeuren. Maar wat klein begon, werd een groot verhaal. Een klein gebeuren kreeg een enorme werkingskracht. Een klein gebeuren, een grote betekenis. Ook dit jaar kan de kracht, de uitdaging en de waarde van kerst beleefd worden. Ik spreek in deze tijd verdrietige mensen die een geliefde betreuren of die tobben met hun gezondheid. Ik hoor boze mensen, wanhopige mensen die hun bedrijf te gronde zien gaan of inkomen en werk verliezen. Maar ik hoor ook verhalen van positief gestemde mensen die juist in de beperkingen uitdagingen zien. Het kerstverhaal geeft geen antwoord op alle vragen die het leven ons stelt. Er blijven raadsels. Maar het verhaal van dat kleine en kwetsbare kerstkind kan ook nu kracht en uitdaging geven. Zijn levensverhaal is hoopvol en inspirerend. Het kerstkind had geduld en uithoudingsvermogen. Wat klein begon, kreeg een enorme werkingskracht. En het zegt ons dit jaar: duik niet enkel weg achter dichte deuren of bij het Netflixen. Vlucht niet weg in een toekomst waarin een virus zal zijn uitgebannen. Gelukkig, er zijn velen die zich ook inzetten voor anderen. In de gezondheidszorg, in werk dat doorgaat, in hulpdiensten. Of mensen die aandacht geven aan anderen die wellicht eenzaam zijn. Anders dan met andere jaren. Nu met een telefoontje, een kaartje, een appje, een e-mailtje. Even contact leggen met een ander. Heb geduld en uithoudingsvermogen. Ze helpen ons in deze dagen. Maar komt allen niet tezamen. De kleine kring heeft ook minder risico's voor de gezondheid. Ook op jezelf is kerst waardevol. Misschien kom je meer toe aan de kern. De kern van je mens zijn. De kern van het kerstverhaal. Met minder stress. Een stille nacht kan toch ook een bijzondere, een heilige nacht worden. Een klein en kwetsbaar kind kan ons iets vertellen van een bijzondere aanwezigheid. Zie de waarde van het kleine. Dat kleine kind als teken van toekomst en hoop. Zoek daarin de kracht, de uitdaging en wellicht het plezier van kerst.
Er staat hier in de Stevenskerk een prachtige kleurige kerstboom. Ieder jaar kunnen tijdens de Nijmeegse winterweken mensen wensen in de boom hangen. Helaas is dat dit jaar niet zo goed mogelijk, maar toch hangen we enkele wensen in de boom. Mijn wens voor alle Nijmegenaren: veel vertrouwen, hoop en liefde in deze donkere dagen. Mijn kerstwens is dat mijn vader, bij wie onlangs een ernstige ziekte is geconstateerd, spoedig geopereerd mag worden en dat de operatie mag slagen. Ik wens voor 2021 dat alle mensen in goede gezondheid weer kunnen genieten van heel veel muziek en van mooie zang, en dat we allemaal weer in staat zullen zijn om met elkaar mooie muziek te maken. Pace et bonum, vrede en alle goeds voor alle mensen van goede wil. Goede lichte kerstdagen gewenst, met het Christuskind als een ster van optimisme en hoop in onze nacht. De genade van Christus, de liefde van God en de verbondenheid in de Heilige Geest is met u allen. Zo! So-